Tijdens de coronacrisis dreigde er een groot tekort aan IC-bedden en beademingsapparatuur. Toen was er een team van de TU Delft, die heeft op onze database zitten snuffelen, vond een 60 jaar oud museaal beademingsapparaat in onze collectie. En zij bedachten, als we nu vooral een mechanisch apparaat proberen te maken, kan dat misschien helpen als er een tekort is. En ze hebben binnen 3 weken tijd een versie 2.0 ontwikkeld. Het mooie is dat het met makkelijk te verkrijgen materialen is gemaakt. Het is ook heel goedkoop. Voor een paar duizend euro kun je een beademingsapparaat maken. Het is slechts één voorbeeld dat aantoont hoe belangrijk de wetenschap is in de strijd tegen besmettelijke ziekten. Zo zijn er, dankzij een vaccin, nauwelijks nog kinderen in Nederland die sterven aan de mazelen. We zijn soms vergeten waar we tegen inenten. Hier sta je oog in oog met een ziek meisje. Dus het doet ons weer herinneren aan waar die vaccinatie eigenlijk voor is. Toch leert de tentoonstelling dat de wetenschap ook niet overal meteen een antwoord op heeft. En elke keer weer voor nieuwe uitdagingen staat. Sommige ziektes hebben we helemaal de wereld uitgeholpen. Zoals bijvoorbeeld de pokken in 1979. Bestaat gewoon niet meer. Voor andere ziektes hebben we nog steeds geen vaccin gevonden. Bijvoorbeeld HIV. Hoewel we het wel heel goed kunnen behandelen met virusremmers. Dus het laat zien dat de wetenschap en de geneeskunde heel veel kan. Maar dat er tegelijkertijd altijd weer de kans is dat er een nieuwe onbekende ziekte de kop op steekt. En daar moeten we ook ons altijd op blijven voorbereiden.